Voor mij is het zeker de eerste start. Ook 200% test. De wagen is volledig uit elkaar geweest. De motor is gereviseerd. Een nieuwe ophanging, alles is los geweest. Dus het is echt een check, check, check. Natuurlijk, ik draai graag van voor. Dat lukt momenteel niet zo goed, maar allez, we zijn eraan aan het werk en we zien wel hoe dat evolueert. Hoe zit het met de start? Gisteren was de start perfect. Buitenkant, toch met de grote jongens hier en dat was goed. Heb ik een beetje met onze Amerikaanse vriend zitten vechten, was leuk, maar sportief. En vandaag was de start een ramp. Was er minder grip aan de binnenkant, het zou kunnen, het circuit ligt er ook vrij vuil. Te veel toeren misschien. Maar dan voor de rest ging het heel slecht, omdat ik op het stuk waar de motor echt moet trekken, heb ik geen power. Dus krijgen we te veel benzine, dat hem verzuipt, of krijgen we te weinig, we zijn het aan het checken. En we gaan bijsturen waar kan. Michael, wat is er juist gebeurd? Ja, het is heel simpel. De jongens zeggen dat het een jumpstart was. De meeste mensen gaan dat ook zeggen dat het zo is. Maar ik ben geen zeveraar. Als zij zeggen dat het een jumpstart is, dan moeten ze een rode vlag geven of het rode licht geven. Geen een van de twee hebben ze gedaan. En het reglement zegt, als ze iemand aflaggen met de finishvlag, is het verhaal gedaan. Maar natuurlijk, als de Belgische piloten gaan moeilijk doen voor hun puntjes, of dat Proctor wilt winnen, kan ik niet aan doen. Maar ik heb vandaag gewonnen. Punt.